Welkom bij de Gedachtenstreep. We hebben vandaag Anne Dooms te gast. Welkom Anne. Jij bent professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Je bent wiskundige en je specialisatie is data science of data science moet ik misschien zeggen. En je leidt daar de onderzoeksgroep Digital Mathematics. En ja, het ligt een beetje voor de hand dat ik daarmee begin. Wat is Digital Mathematics? Ja, wel, iedereen weet wel dat een computer met nullen en enen rekent. Hè. Die rekent met wiskunde. Maar alle applicaties die we nu gebruiken, zowel op computer als smartphone, die we als kleine computer kunnen gaan zien, die draaien niet alleen op die wiskundige hardware, maar die software is ook pure wiskunde. Het zijn allemaal algoritmes die gebaseerd zijn op wiskundige structuren. En dat is onder andere waar wij naar kijken, waar wij nieuwe algoritmes ontwikkelen om bijvoorbeeld op digitale beelden te gaan werken. En vandaar dus de term digitale wiskunde. Ja. Je gebruikt het woord algoritme, dat is een woord dat we bijna dagelijks kunnen horen of lezen. Maar het is misschien voor veel mensen toch niet duidelijk wat dat precies betekent. Valt dat uit te leggen? Ja, wel, een algoritme is eigenlijk een eindig stappenplan. Ja. Een aantal dingen die je dient uit te voeren. En wat iedereen daar kent, is een recept. Hè. Als je gaat koken, dan volg je eigenlijk een algoritme. Als we een algoritme voor een computer schrijven, dan gaat dat telkens dus over berekeningen. Hè. Die kan natuurlijk geen ei breken. Dus een algoritme voor een computer zijn, wat moet je berekenen volgens een eindig aantal stappen om een bepaalde probleem op te lossen of berekening te maken. Misschien een concreet voorbeeld. Je hebt zelf algoritmes ontwikkeld, dus recepten, stappenplannen. Ja. Hè. Na A doe je B en dan doe je C enzovoort en dan krijg je dus een resultaat. Je hebt zelf zo algoritmes gecreëerd die in de Koninklijke Bibliotheek van België worden gebruikt, misschien ook elders, om documenten te onderzoeken. Ja. Onder andere op hun echtheid en valsheid van bepaalde beelden. Dus dankzij jouw algoritmes kan gecheckt worden, is dit wel authentiek? Ja, het zijn twee aspecten in de bibliotheek. Ja, dus je kunt dat uitleggen? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus als we authenticiteit willen nagaan, dat heb ik vooral op digitale beelden van schilderijen. Oké. Okay. En daar, hoe kan je nu wiskunde op beelden gaan doen? Moet je eigenlijk weten van wat is een digitaal beeld? Hè? Waarom kan je daarmee rekenen? Maar een digitaal beeld, dat is eigenlijk een grote tabel met getallen. En getallen zoals die gemeten worden in een camera. De sensor die de hoeveelheid licht meet die binnenkomt. Hè. Hoe meer celletjes dat je daarop hebt, hoe scherper je beeld is. En per pixeltje dat je dan dat licht gaat meten, krijg je drie getallen. Telkens een getal voor rood, groen en blauw. Mm-hmm. En zo krijg je dus een hele grote tabel die dan, als je dat gaat weergeven op het schermpje van je camera of op je smartphone of op je tv, weten die welke lichtjes moeten oplichten. Ja, maar manueel is dat niet te doen, zoiets. Manueel? Hoe bedoel je? Omdat er veel te veel data zijn. Ja, dat zijn gigantisch. Ja. Dat zijn dus duizenden getallen. Dus we kunnen dit enkel getallen. Omdat we reeds computers hebben, ja, natuurlijk. Absoluut, ja, absoluut. En dan, dus als je die getallen hebt, dan kan je berekeningen gaan construeren op die getallen, ja, om een computer te leren wat staat er nu op dat beeld. Want die kan natuurlijk niet zien. Hè. Wij zien vormen, wij zien randen. Hij moet het interpreteren. En hij moet daar met berekeningen aan de slag gaan. En als je dus gaat kijken naar authenticiteit, bijvoorbeeld zoals een kunsthistoricus gaat kijken, proberen wij wel te imiteren waar die naar kijkt. Als dat kleine randjes zijn, als dat vormen zijn van een penseelstreek, dan proberen wij dat te vertalen in maak nu berekeningen waar dat je een bepaalde vorm kan volgen en vergelijken met een ander schilderij. Van dezelfde kunstenaar. Van dezelfde kunstenaar. Ja. En zo hebben we dat onder andere gedaan op een aantal Van Gogh schilderijen. Waar je dan eerst aan de computer gaat zeggen, oké, dit is een Van Gogh, dit is nog een Van Gogh. En maak nu de berekeningen. Waarom heb je veel voorbeelden op dat moment nodig? Omdat je natuurlijk niet alleen mag kijken naar de vorm. Want ja, je hebt enerzijds vorm, maar je hebt dan de penseelstreken die die vormen maken. Dus je moet proberen onafhankelijk worden natuurlijk van de afbeelding. Dus dan ga je gaan kijken naar lengtes van penseelstreken, richtingen.
hoe dat richtingen op elkaar gaan volgen. En als je dan een niet-Van Gogh ook gaat geven, kan je daar zeggen, wel, doe mij nu, onderzoek nu diezelfde kenmerken als dat je gevonden hebt als gemeenschappelijke noemer in al die Van Goghs. En voldoet dat nieuwschilderij daar dan ook aan? Dus dat is een algoritme dat je kan gaan ontwikkelen. Dus dat gaat leren. Het is dan geen bewijs voor de valsheid, maar hij kan wel zeggen, dit ziet er toch wat bizar uit. Het is nooit... Inachtgenomen de stijl die ik ondertussen ken van die kunstenaar. Exact. Ja. Maar het is nooit geen zwart-wit bewijs. Het is een hulpmiddel voor een kunsthistoricus op dat moment. Of voor in veilinghuizen of antiquariaat en al dat soort... Dus dat het geen uitsluitsel kan geven is ook mooi, omdat als je de stijl van een schilder kent, kan je ook daar proberen variaties in te vinden. En bij Van Gogh heb je ook natuurlijk verschillende periodes. Ook daar hebben we eens naar gekeken. Kunnen we kijken van bepaalde schilderijen waar men nog niet zeker van was, van wanneer heeft hij die nu gemaakt? Is het de periode van Arles? Is het eerder Parijs? Ja. Maar daar gaf ook de computer geen uitsluitsel. Die was dan even goed in dubio als de kunsthistoricus. Ja. Dus eerst moet die informatie allemaal aan de computer gevoed worden. En dat is een arbeidsintensief proces, neem ik aan. Of is dat, je scant dat en hij trekt er zijn plan mee? Ja, je moet het natuurlijk gaan inlezen en gaan vertellen hoe dat hij dat moet doen. We gaan niet werken op een hele grote foto in één keer. Dat is al, zelfs hoe sterk onze computers ook zijn, dat is te veel. Dus je gaat het in blokjes, die in blokjes gaan verdelen. Maar op zich is dat niet het grote werk. De moeilijkheid zit hem echt in te gaan bedenken welke relevante berekeningen kunnen we hier nu gaan doen. En dat is nooit echt ad hoc. We hebben nu AI, neurale netwerken, daar kunnen we ook dingen aan gaan voeden. Die werken wel. Natuurlijk moet je daar keuzes maken. Wat zijn de structuren die ik maak? Maar die kan je meteen aan het rekenen zetten. Maar dan zit je met het probleem aan het einde dan. Waar heeft die nu naar gekeken? En dus wij zoeken zo'n middenweg. Wij gebruiken ook die automatische zaken enerzijds. Maar je moet altijd weten, waar wil ik naartoe? En als ik een output heb, hoe interpreteer ik dat nu? Ja. Is het denkbaar dat dit zeer algemeen wijdverspreid zal toegepast worden? In dat musea bijvoorbeeld hun schilderijen gaan checken daardoor? Nee, dus het geeft... Het is te lastig daarvoor. Ja, omdat Van Gogh... Er zijn verschillende redenen. Van Gogh is was een dankbaar onderwerp, omdat hij natuurlijk heel karakteristiek verft, met zeer dikke penseelstreken. We hebben ook al gekeken naar schilderijen van Gebroeders van Eyck of de Vlaamse Primitieven. Die zijn heel gedetailleerd, waardoor, ik zei, je moet proberen onafhankelijk worden van wat er geschilderd staat en de schilderstijl. Die is daar veel te minuscuul. Dus op Vlaamse Primitieven is het dan moeilijk. Dan moet je daar echt wel gaan kijken naar toch, hoe worden bepaalde zaken vormgegeven, aangezichten, structuren, parels. Je moet altijd een hele hoop echte hebben en ook op dezelfde manier eigenlijk gefotografeerd. Want anders wordt het vergelijk heel moeilijk, want je bent uiteindelijk wel getallen aan het vergelijken. We gaan die niet puur vergelijken, we vertalen die wel in vormen. We gaan niet de pixelwaarde, maar dus liefst toch dezelfde resolutie enzovoort. Dat maakt dat niet een techniek is die wijdverspreid gaat zijn. Of waar dat je bij een veilinghuis dat je nu zegt van, goh, hier zijn we nu niet zeker, laat ons eens even gaan kijken. Dat maakt het moeilijker. Wat wel is dat je, als je niet naar authenticiteit aan zich gaat kijken, kan je wel gaan kijken naar, is er verandering in stijl? Als er verschillende schilders meegewerkt hebben in een atelier, kan je daar de handen van elkaar gaan onderscheiden. Dus voor die techniek, voor die vragen is de techniek wel relevant. Echtheid is echt een klasse die je zeer goed moet kunnen afbaken om conclusies te proberen. Maar het kan al snel enkele honderdduizenden of miljoenen euro's een verschil maken in de waarde van een schilderij. Ja. Dus die techniek is toch wel belangrijk, denk ik. Ja. Goed, dit is een duidelijk voorbeeld, denk ik, van het soort werk dat jij ook doet. Het is niet het enige, maar bon. Ja, misschien omdat je sprak van de bibliotheek. Ja. Dan kan ik nog even kort toelichten wat we dan in dat is de Albertina-bibliotheek. Dat is de Albertina-bibliotheek in Brussel. Dus ze hebben een gigantisch archief. En dat is
ook al een hele hoop van gedigitaliseerd. Hè. Dus het wordt gescand. Die scans kan je ook online gaan raadplegen. Je kan daar zoeken op woorden, mensen die je zoekt, gebeurtenissen die je zoekt. Maar hoe ouder natuurlijk zo'n manuscript, er zijn daar bijvoorbeeld aan het manuscript gaten in, scheuren, inkt die wat uitgewist is. En dan wordt dat moeilijk. Hè. Die kan wel bepaalde woorden gaan terugvinden, maar zoals de website nu is, zal die jou niet toelaten om daar een heel stukje tekst te selecteren. Hè. Stel dat je daar wil verder onderzoek over doen, dan kan je, je gaat eigenlijk toch nog heel wat manueel werk moeten doen. Dus je kan het doorzoeken, maar er is nog te veel post-processing dat je zelf moet doen. En daar proberen wij dus ook weer een computer te leren uit die tabellen met getallen. Haal jij daar nu eens de tekst uit en probeer te kijken van ja, waar is er schade? En wat zou er dan gestaan hebben op dat plekje? En dan ook, er bestaan natuurlijk al heel wat softwarepakketten, hè, OCR, Optical Character Recognition, die tekst kunnen halen, wel grotere blokken tekst, maar we zien dat die dus wel falen op die oude manuscripten. Ook omdat vaak kolommen, als die met de hand nog gezet zijn, met blokjes om te printen, ja, die lopen al eens scheef. Die software loopt daar ook op vast. Hè. Dus wij kunnen dat via zelfontwikkelde algoritmes beter die tekst eruit trekken. En gaat het ook over het kunnen te weten komen van het auteurschap? Dus vergelijkbaar met de schilderijen? Dus, dus anonieme teksten, maar als je voldoende kennis hebt van bepaalde auteurs, kan de computer misschien zeggen zoveel procent kans dat dit van die auteur is. En evengoed ook vervalsingen detecteren dan natuurlijk, absoluut. Want er zijn ook veel valse, aan de verkeerde personen toegeschreven teksten, al dan niet intentioneel. Ja. Dus enerzijds, als je dus uit al die gescande materialen al die tekst kan gaan onttrekken, als grote blokken, dan kan je daar wat men noemt natural language processing op gaan toepassen. En dan inderdaad daar proberen een stijl in te gaan vinden. En we zien wel, dat is iets wat neurale netwerken eigenlijk, dat kunnen zij zeer, zeer goed. Hè. Beter dan mensen. Ja, absoluut. Ja. Hè, omdat zij net die grote hoeveelheden echt wel zeer snel kunnen verwerken. Ja. En de neurale netwerken, die zoeken dus naar specifieke soorten patronen. Die kunnen binnen taal eigenlijk heel goed een stijl gaan vinden. Hè. We hebben nu recent, er is heel wat over te doen, de chat GPT. Het is een van de zaken die ik wil bespreken met jou natuurlijk. Misschien moeten we daar dan straks naar terugkomen. Maar dus dat kan echt in de stijl van dichters, schrijvers al gaan praten. Misschien nog heel eventjes wat de detectiemogelijkheden betreft. Ik moet bijvoorbeeld denken aan brieven van Abraham Lincoln bijvoorbeeld, die al snel kapitalen waard zijn en op veilingen soms aangeboden worden. Maar er circuleren dan natuurlijk ook valse brieven. En tot voor kort, denk ik, moest je dan experts hebben die het handschrift analyseerden en moesten nagaan. Naast andere zaken, is de inkt juist, is het papier uit genoeg. Maar puur op basis van het handschrift, is dit wel van Lincoln? Is dit zijn stijl van schrijven? Maar nu heb je daar dus computerprogramma's voor die dat veel beter kunnen dan zou je ook kunnen doen, de menselijke expert. Misschien gebeurt het al. Wel, handschriftherkenning, dat is eigenlijk wel nog een moeilijke. Okay. Omdat iedere persoon heeft zijn eigen soort handschrift. Als we teksterkenning... Maar maakt het dat niet net makkelijker dan? Nee. Omdat je ten eerste wel een goede manier moet hebben om de woorden al te gaan herkennen. Hè. En die wil je wel echt ook heel goed, want je wil ook wel de stijl van schrijven, de betekenis, dus je moet al die woorden er wel perfect uit hebben. Heb je er bepaalde die je niet kan terugvinden, dan gaat het onderzoek naar ook wat is de schrijfstijl al wat fout op. Wil je puur op vormen van woorden? Als je lettertypes hebt, heb je heel wat soorten lettertypes, maar één keer dat je daar een A in hebt, die ziet er hetzelfde uit. Als jij zelf een A gaat schrijven, er zit heel wat variatie op. Mm-hmm. Die variatie die je daar hebt, wanneer is het een namaken, wanneer is het toch binnen jouw eigen manier of afwijking. Dus je voelt al aan
daar is eigenlijk veel meer ruimte voor onzekerheid om die beslissing te nemen vanaf, nee, vanaf hier is toch niet dat. Natuurlijk, je hebt meer dan A's, hè. Je hebt dan hele woorden, maar dus ik denk dat je daar toch echt wel ook de schrijfstijl, soorten zinsconstructies moet meenemen, meer dan, naast enkel de vorm van het handschrift. Ja, ik snap het. Maar het is een kwestie van tijd dat wordt verder geperfectioneerd, natuurlijk. We aannemen. Goed, de aanleiding voor ons gesprek is de publicatie trouwens van dit boek, hè. Wiskunde, een wandeling in de wonderenwereld van de mathematica. Het is niet je laatste boek, want ik zag dat er nog een kinderboek over wiskunde tussen zit, maar we gaan het hier nu concreet over het boek voor volwassenen hebben. Het valt mij op ook in je ander werk en als je in de media aan bod komt, hè, want je populariseert graag wiskunde ook in de media en in stukken in de kranten Tijd enzovoort of op televisie, radio. Hè, je laat geen kans liggen om wiskunde te populariseren, om mensen daar meer vertrouwd mee te maken enzovoort. Het valt mij op dat je daar wel vaak de aandacht vestigt op het belang van vrouwelijke wiskundigen. Mm-hmm. Ada Lovelace komt ter sprake, hè, dus Ada Byron oorspronkelijk. Maar ook Patty Maas, Ingrid Daubechy, dat zijn Belgische wiskundigen, werkzaam in de Verenigde Staten. Is het typisch voor wiskunde dat er, het valt op, toch behoorlijk veel vrouwen, ook al zijn ze niet bekend bij het grote publiek, maar toch behoorlijk veel vrouwen inactief zijn en voor grote doorbraken hebben gezorgd? Mannen en vrouwen, ik denk niet dat we daar een specifieke capaciteit van wiskunde, als je erdoor gebeten bent, ben je erdoor gebeten. Wat we wel natuurlijk doorheen de geschiedenis zien, is net door de positie van de vrouwen in het verleden, dat wanneer vrouwelijke wiskundigen, of ten eerste al, wanneer kan je ze dan wiskundigen noemen? De meeste waren autodidact of werden opgeleid Of ze mochten niet eens naar de universiteit gaan, exact. Je geeft een voorbeeld ergens. Je hebt ook Sophie Germain bijvoorbeeld. En dus zij hebben echt wel heel wat moeite moeten doen. En mochten ook vaak niet publiceren. Ja. En waarom vestig ik nu graag aandacht op het werk van vrouwelijke wiskundigen? Om aan te tonen wanneer dat je naar jonge studenten kijkt die een studiekeuze maken. De wiskundigen die zij doorheen de opleiding in het middelbaar tegenkomen, als ze ze al tegenkomen, zijn op dat moment gewoon allemaal mannen. Ja. Omdat de wiskunde die we in het middelbaar zien, is natuurlijk al, dan spreken we over wiskunde die eeuwen oud is, en daar heb je niet die resultaten, omdat ze gewoon nog niet mochten publiceren. Dus ik vind het belangrijk om de jeugd erop te wijzen van man of vrouw, het maakt niet uit. Mm-hmm. Maar hier krijg je dan die voorbeelden die je misschien zelf nooit zou aangereikt krijgen. Dus dat vind ik wel een van mijn taken om daarop te wijzen. En dan zien we ook, zoals je aangeeft, dat op die korte periode dat de vrouwen dan naar de universiteit mochten, en ook, zelfs als ze mochten, dan mocht je bijvoorbeeld nog niet als onderzoeker werken, hè, mineuter, was verbonden aan de universiteit, maar heeft daar nooit een job gekregen. En dan Einstein, zitten we al in de 20e eeuw. En Einstein noemde haar een van de meest grote geesten die hij ooit ontmoet had. Dus dan spreken we toch over nog niet zo lang geleden. Nee. En dan zie je toch dat de vrouwen daar hun mannetje al hebben gesteld. Ja. We blijven daar nog even bij hangen. Ik keer even naar de 19e eeuw terug. Ada Lovelace is toch wel een heel bijzondere figuur die ik er even wil laten uitspringen. Dochter van de beroemde dichter Lord Byron. Hoewel haar invloed op de wereldgeschiedenis in zekere zin veel groter is dan die van haar nogthans veel beroemdere, jong gestorven helaas, vader. Dus Ada Byron is haar oorspronkelijke naam, maar door haar huwelijk werd ze Ada Lovelace. En zij kwam in contact met Charles Babbage, een naam die ook niet zo bekend is, maar misschien toch bij enkele mensen wel een belletje doet rinkelen. Maar het is niet overdreven om te zeggen dat zij samen met Babbage, met hem, aan de grondslag ligt van de computer, zoals wij die nu kennen. Dus reeds in de 19e eeuw, we denken aan Alan Turing en John von Neumann, maar eigenlijk Ada Lovelace en Charles Babbage
hebben eigenlijk al de echte grondslag gelegd. Valt dat uit te leggen? Dit is iets wat ik zo nu en dan zal vragen. Valt dat uit te leggen? Ja. Want je hebt hier geen bord of geen... wiskunde uitleggen is doorgaans moeilijk. Ja. Maar goed, jij bent erin getraind en je bent er zeer getalenteerd in. Dus ik gok erop dat jij dat kan. Ga een poging doen. Ja. Wel, eerst moeten we naar Babbage kijken, een astronoom. Dus die ontwikkelde onder andere dus ook wiskundige algoritmes om bijvoorbeeld te gaan helpen bij de scheepvaart. Als je naar de scheepvaart kijkt, dan kijk je dus naar de sterren. Hè. Vandaar dat hij daar als astronoom... Voor navigatie. Maar als je naar de sterren kijkt, dan kom je dus automatisch binnen de driehoeksmeetkunde, boldriehoeksmeetkunde terecht. En als we dus 19e eeuw gaan kijken, dan heb je al heel wat tabellen. En sommigen onder ons hebben dat ook, denk ik, in het middelbaar nog gebruikt. Tabellen met de getallen die overeenkomen met de cosinus, sinus, tangens van een bepaalde hoek, logaritme. Omdat dat zijn irrationale getallen. Je kan die niet mooi, je kan die niet voorstellen als een breuk alleen maar benaderen. En die benaderingen, dat is interessant dat die natuurlijk op veel cijfers na de komma zijn, maar als je dus heel wat berekeningen gaat doen, anders wordt je fout altijd maar groter. Het gaat eigenlijk oneindig lang door na de komma. Voilà. En dus er was een sport van tabellen te gaan maken en dat werd met de hand berekend of met een mechanische rekenmachine. Ja. Waar dat je dan bepaalde wiskundige technieken, dus zoveel cijfertjes na de komma, je probeert er altijd bij te doen. Dus niet alleen voor de sport, maar om het bruikbaar te maken. Om het bruikbaar te maken. Nu, je voelt al aan, ik zeg met de hand berekend, wel met een mechanische rekenmachine ook. De rekenmachines die er toen waren, daar moest je ook vaak aan draaien. Zoals dat je de oude telefoon zat met een, zo'n schijf hè, waar je je vingers... Dus je voelt al aan, er is heel veel kans op fouten. Ja. Dus in die tabellen, daar zaten al eens in dat rijtje na de komma een aantal getallen fouten. En dat kon een schip uit koers doen, exact, letterlijk. Exact. Ja. Dus een kleine fout daar kan grote gevolgen hebben. En dus Babbage had zich voorgenomen van kijk, dat moet daaruit. En hoe gaan we dat doen? We gaan niet alles opnieuw met de hand gaan herberekenen. Zou ik geen machine kunnen maken die automatisch gaat rekenen? En waarom dacht je eraan? Wel, we zitten met de industriële revolutie. Mm-hmm. De stoom die machines gaat automatiseren. Dus hij dacht, ik wil een rekenmachine maken op stoom. En ik ga daar mijn getallen aan geven, de bewerking dat moet doen. En dan gaat die in gang en die spuwt die rij getallen uit. Ik onderbreek even. Je had al rekenmachines. Hè? Ik weet, Blaise Pascal en Leibniz hadden er al ontwikkeld. Dat is 17e, 18e eeuw hadden we dat dus reeds. Maar wat konden die vergeleken met wat Babbage dan voor ogen had? Ook optellen, aftrekken, die waren vermenigvuldigen en delen. Best al goed. Ja, maar je moest ze manueel bedienen. Okay. En dat is eigenlijk het grote. Het was gewoon ontslachtig. Ja, en natuurlijk, ze konden nog niet ook de berekening die je gaat doen, je kon daar ook dan niet heel grote getallen in steken of getallen met veel dingen na de komma. Dus er was ook natuurlijk een beperking. En waar komt die beperking aan voor? Ja, anders wordt het ook heel groot. En als je dat dan met de hand moet bedienen. Dus er was natuurlijk een grens op de nauwkeurigheid, maar vooral het handbediende was het probleem. Omdat dat dus kans geeft op fouten. Dat dus was heel gevoelig om daar aan te draaien. Automatiseren, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Maar dus, hij maakt wel gebruik dus van die principes zoals Blaise Pascal onder andere gebruikte, die daar weer de mosterd had gehaald, bij Da Vinci zelfs. Ja. En dus door die stoom kon hij dat gaan automatiseren. Dus een rekenmachine op stoom? Op stoom. Ja. En daar kan je een replica in het British Science Museum onder andere van zien. Maar dat is nog niet de eigenlijke computer, want dat is een gigantisch groot ding. Maar dan had hij het idee van, ik moet nog altijd aan die machine dan, die rekenmachine die meer getallen aan kan en die dus zelf die berekening kan uitvoeren, daar kan ik op dat moment alleen maar zeggen, vermenigvuldig dat getal met dat getal. En hij wou een machine maken waar dat je kan zeggen, wel, als je dit hebt vermenigvuldigd, als dat getal bijvoorbeeld groter is dan 10, dan doe je die stap. Is het kleiner dan 10, dan doe je die stap. En dan voel je al aan, dat gaat al naar wat ons huidig programmeren inhoudt.
En dat had het dus ook nodig om dus die berekeningen van die cosinus en die sinus te gaan doen. Dat zijn ja, gecombineerde berekeningen. Hè. Zelfs als je één berekening zou kunnen automatiseren, zou je weer een fout kunnen doen in het samenbrengen van die berekening. Dus een ketting van berekeningen. Maar dat je op voorhand nog niet weet van ah, welke ga ik allemaal nodig hebben. Dus ja. Zo kom je op dat programmeerbare van ja. Ik wil daar kunnen inzetten als ik dit uitkom, als ik dat uitkom. Nu, ja, als je zoiets bedenkt, maar ja, hoe moet je daar nu aan beginnen? Ook daar heeft hij zijn mosterd weer gehaald bij de industriële revolutie. Want op dat moment heb je binnen de weefgetouwen, en natuurlijk hier ja. Onze streken was daar ook ja, heel, heel voor gekend. De Ponskaart. De Ponskaart, ja, van het weefgetouw van Jacquard. En dus, door... dus dat bestond ook al. Ja, ja. En Jacquard die had dan ook weer de mosterd gehaald bij de muziekdozen. Ja. Die programmeerbaar waren, hè, waar je dan ja. met pinnetjes en gaatjes andere tonen kan laten uitkomen. Zo hangt alles wel zo ja. mooi aan elkaar. Die Ponskaart, ja, wonderlijke uitvinding op zichzelf ook. Hè, exact. Ja. En dus dat was Babbage zijn idee. Ik ga met Ponskaarten aan de slag. Hij richtte zich vooral op de hardware. Dan had hij nog geen idee van, ja, ik weet wel met die Ponskaart en toe, maar wat is de software? Wat is het programma? Of hoe moet ik een programma schrijven dat ik daaraan meegeef? En dan komt Ada Lovelace... Ik zat erop te wachten. Ja, in the picture. Dus Babbage, die met dat natuurlijk, ja, was wel heel innovatief, hè, zo van die machines maken. Die kon daarvoor ook niet echt bij een fonds voor wetenschappelijk onderzoek gaan appliceren. Bij bedrijven was het ook moeilijk, want het is nog een proof of concept, die begrijpen misschien niet meteen. Dus hij ging vooral geld gaan zoeken bij de adel. En zo ging hij met een aantal proof of concept machines daar gaan tonen. En de moeder van Ada Lovelace was een gravin. En zo komt Ada dus in contact met Charles Babbage op een van adellijke feesten waar hij uitleg geeft over zijn machine, zijn automatische rekenmachine. Hij was eigenlijk aan het bedelen dus. Aan het bedelen, ja. Exact. En ze raken aan de praat en Ada begrijpt al heel goed hoe die gewone rekenmachine werkt. En hij voelt aan van, goh, zij praat eigenlijk de taal van de wiskunde, want haar moeder had dus gezorgd voor een wiskundige opleiding, omdat zij vond dat haar dochter niet in de literatuur mocht terechtkomen, want ze had schrik dat die dan ook naar de romantiek en een beetje een liederlijk leven zou gaan doen. Ze in de voetsporen van haar vader trad, ja. Dus haar moeder dacht, zij moet exacte wetenschappen doen. En ja, zij had daar ook echt wel hele goede leerkrachten voor haar dochter gezien. Dus zij begreep waar Babbage naartoe wou, begreep ook de berekeningen dus die hij wou automatiseren. En dus zij had het plan opgevat, ik ga proberen een berekening zoeken waarmee we kunnen aantonen, als we die machine gaan bouwen, waarmee we kunnen nog meer geld vragen om ze meer te kunnen laten doen. Ja. En dus heeft zij onder andere dan ook zelf zeer proactief met brieven naar andere wiskundigen in Londen aan het schrijven gegaan om toch nog wat meer over de wiskunde te begrijpen om een algoritme te maken. En dus zij wou een berekening echt gaan maken die dus verschillende stappen bij elkaar bracht. En dan heeft zij dus zo een berekening ontwikkeld. Nu, ik zei al van ja, ze had al leerkrachten nodig die haar moeder moest aanstellen. Zij mocht die bevindingen niet publiceren als vrouw. En Babbage zelf, die schreef eigenlijk geen artikels. Die was vooral aan het bouwen. En dus gaf hij haar de raad van ja, misschien kan je een artikel dat iemand anders, onder andere een Italiaanse ingenieur, die ook al op een van de demonstraties was geweest. Vertalen en inwerken. Vertalen. Ja. En daar heeft zij dan zo, ja, terloops, als een appendix, dat programma. Alsof het van toegevoegd. De andere auteur was. Ik denk... Of was dat voor de lezers duidelijk? Dat het van de vertaalster zelf kwam? Ja, ik denk dat wel duidelijk was dat zij dat heeft toegevoegd. Ja. Maar aangezien het een toevoeging was, is het dat het, zoals appendices het misschien nu vergaat, die gaan wel eens in de vergeten hoek. Werd het geminimaliseerd, ja. Voilà. En het heeft toch echt lang geduurd eer het bekend werd. En als we dan een sprong maken van 100 jaar later en je hebt Alan Turing al vernoemd, die we dan als vader van de computer zien. Hij wist wel het werk van Ada. Dus dat wil ik nog vragen, voilà. Dus, ja, dus het is niet onbekend later, gebleven. Nee. En hij heeft ook in een aantal van zijn artikels naar haar verwezen. Ook dan
Verder dan enkel de ontwikkeling van de computer, maar hij is ook de vader van de artificiële intelligentie en de AI. En ook in die context verwees hij naar haar. Want wat Ada ook al in die appendices schreef, was dus niet enkel het eerste algoritme of het eerste computerprogramma, zoals we kunnen zeggen. Maar zij schreef ook bedenkingen. Zij had ook door dat alles wat je in getallen kan omzetten, dat je daar berekeningen voor kan doen met die computer. Ja. Net zoals we het over digitale beelden daarnet hadden. Denken aan dat beroemde artikel van Turing natuurlijk. Voilà. Ja, voilà. De Universal Computing Machine, dat zij dus al begrepen. Ja, ja. Ja. En zij had daar wel het idee van, goh, een computer zal altijd wel gaan uitvoeren wat wij hem zeggen. Dus rond haar, bij haar was creativiteit een moeilijke, omdat zij wel zegt, hij gaat wel nog doen wat we zeggen. En daar heeft ze in zekere zin gelijk. Het hangt er dan vanaf van, ja, wat is onze definitie van creativiteit? Ja. Of kunst of schoonheid. Hij kan ons verrassen. Maar als je creativiteit als een, iets autonoom ziet, dan heeft hij dan nog altijd gelijk op dat punt. Een te weinig bekende dame duidelijk. Ja. Die via een beetje omwegen toch aan de basis ligt van de hele digitale revolutie. Absoluut. Dat is niet overdreven om dat zo te zeggen. Dus echt. Had zij daar niet opgekomen, weet ik toch niet of Alan Turing dan 100 jaar later zijn grote doorbraak kon maken. Precies. Waar hij vertrokken is vanuit een wiskundig probleem in de logica. Maar heeft dat aangepakt door ook een machine te gaan ontwikkelen. Bij hem was het een machine op papier. Hij wou dat op dat moment niet als iets maken. Wat is het verschil tussen het idee van Babbage en Ada Lovelace en wat Alan Turing dan maakte? Is dat hij heeft aangetoond dat alles wat je in een eindig aantal stappen kan berekenen, je effectief met zo'n machine gaat kunnen doen. Just. Op dat niveau zaten Charles en Ada niet. Zij zochten naar berekeningen die je kon doen. Hij ging echt naar dat conceptuele level. Alles wat wij met de hand als mens zouden kunnen uitrekenen, daar kunnen we een machine voor maken die dat voor ons zal doen. Maar in de 19e eeuw, tijdens hun leven, is die machine nooit klaargemaakt. Nee, dus die met die ponskaart ook, die is ook nooit in een proof of concept gegoten. Maar weer al, het British Museum heeft daar dan ook wel een replica van gemaakt. In de 20e eeuw, of in onze plannen, tijd. Ja. Van de plannen die het is wel jammer natuurlijk dat ze het zelf nooit gezien hebben. Maar ze wisten wel dat het kon. Ja, ik denk wel dat zij overtuigd waren dat ze een grote doorbraak hadden gemaakt. Absoluut. Ja. Je boek, het is een staalkaart van allerlei boeiende, fascinerende zaken uit meerdere duizenden jaren eigenlijk, geschiedenis van de wiskunde. Ik moet er een aantal zaken uitpikken. Hè. Nu, we zijn nu januari 2023, op het moment van ons gesprek. En net nu lezen we in de media dat een amateur archeoloog in Kortesem, je hebt het vast ook gezien, een stuk van een dodecaëder heeft gevonden. En gemaakt dus door de Romeinen, of toch afkomstig uit de Romeinse tijd. Nu, een dodecaëder is een regelmatig 12-vlak. Het is een van de 5 regelmatige veelvlakken in 3 dimensies. We noemen die ook wel de platonische lichamen, hoewel Plato zelf er niet zoveel mee te maken heeft. En dus die man die dat gevonden heeft, zal zijn vondst aan het Gallo-Romeins Museum in Tongeren geven. Hè. Ja. Daar wordt nu nogal veel rondgeschreven in de media, wat ik tof vind. Maar in jouw boek lees ik, ze hebben daar in Tongeren al meerdere van die dodecaëders. Dus het is niet de eerste die gevonden wordt en in het museum is terechtgekomen. Dus dat roept ook de vraag op, waarom maakten de Romeinen dat? Of de Gallo-Romeinen? Ja. En maakten zij ook andere regelmatige veelvlakken? Of zijn het alleen die dodecaëders? Ze hadden wel een voorliefde voor die dodecaëder, maar maar we weten niet waarom. We weten nog altijd eigenlijk niet waarom. Nee. Is het schoonheid? Had het een bepaalde betekenis? Dus de oude Grieken kenden dat natuurlijk al goed. Maar de Romeinen blijkbaar waren er toch ook door gefascineerd, op een of andere manier. Ik vind het jammer. Ja. Ik zou daar als een geschiedkundige dat is nog eens verder met mij wil bekijken. Ja, graag. Waarom de Romeinen en dan specifiek een regelmatig 12-vlak dan nog? Ja. Tenzij we de andere 4
hebben ze misschien ook gemaakt, maar we vinden ze misschien niet. Ja, of misschien, toevallig. Maar ja, zelf vind ik dat nu ook wel een van de mooiste er dan tussen. Ja. Ja. Het is ook wel fascinerend, de Grieken hebben die platonische lichamen onderzocht. Die vraag van, als ik een regelmatige veelhoek eerst ga nemen, dus waar de zijden gelijk zijn, ja, een driehoek nemen, een vierkant, een vijfhoek, een zeshoek. Als ik daar nu een lichaam, dus een 3D-object wil mee gaan maken en dat als zijde ga nemen, dus ik plak dat aan elkaar. Hoeveel objecten kan ik maken? Ik vind dat eigenlijk wel verrassend. Dat het er maar vijf zijn. Ik ook, ja. Hè? Dus terwijl ergens... in twee dimensies is het anders en in nog andere dimensies is het weer anders. Ja. Hè? Dus dat er maar vijf zijn, dat vind ik ook echt... Om dat aan te tonen, is het ook niet met trial and error. Hè? Maar dat zal het wel uit voortgekomen zijn van laat ons hier eens proberen. Je hebt verschillende manieren om ertoe te komen. Maar je gaat eigenlijk... afstand doen van het eigenlijk object in 3D, maar de eigenschappen gaan beschrijven. Maar van de resulterende vijf die je hebt, vind ik die dodecaeder nu ook wel een hele mooie. Je ziet de aantrekkingskracht wel esthetisch. Ja, ja. Nu, de Grieken waren daar duidelijk door gefascineerd, want veel wiskundigen en filosofen schreven daarover. Maar zelfs tot in de 17e eeuw en misschien later, iemand als Johannes Kepler dacht nog dat de structuur van het universum... ja, ergens te maken moest hebben met de structuur van regelmatige veelvlakken. Ja. Dus men kende daar bijna een soort esoterisch, mythische schoonheid en betekenis aan toe. Ja, wel, ik denk, net omdat je er maar vijf hebt, zou je dan kunnen denken, wel ja, de ruimte rondom ons is driedimensionaal. Ja. Dus elke structuur zal misschien wel daaraan voldoen. En dan, zal die... Uiteindelijk, als je naar die dodecaeder gaat kijken, die is dan, natuurlijk niet rond, maar die past al mooi binnen een bol. Die laat daar niet zoveel ruimte over. Dus ik denk dat we de verklaring wel in die richting... Maar nu is kunnen altijd heel voorzichtig als er geen bewijzen zijn. Maar je hoort altijd dat de Romeinen zo heel praktisch georiënteerd waren. Maar dit lijkt dan toch op een andere... Op een meer theoretisch, esthetisch... Ja, praktisch, maar de mens heeft altijd gezocht naar het begrijpen van rondom ons. Want praktisch hebben die regelmatige veelvlakken, niet meteen... Maar je kan wel... Toch niet, misschien nu wel. Je kan wel misschien dan gaan kijken, dat is ook een stuk dat ik in het boek beschrijf, naar de kansrekening. Als je naar... spellen die met kans te zien hebben. Maar daar hielden zij zich nog niet mee bezig. Maar, je weet niet of ze niet zouden gedobbeld hebben met de dodecaëders. Dat misschien wel. Maar de uitkomsten daarvan, de of theoretische voorspellingen... Dat was veel te vroeg. Pascal ook. Ja. Maar misschien daar, als je met een dobbelsteen gooit, heb je al een 6 mogelijke uitkomsten. Dan heb je 12. Dus misschien... Was het een dobbelsteen. En dat is natuurlijk dan mooi aan die regelmatige veelhoeken, dat ze altijd wel evenveel kans hebben om op een of andere zijde te komen. Dat begrijp je intuïtief, dat de kansen gelijk zijn met zo'n voorwerp. Voilà. Ja. Dus dan hoef je nog niet te weten wat de mogelijkheden zijn, maar dat een soort eerlijk spel gaf, zou wel toch kunnen geweten. Dus, En de Romeinen dobbelden ongeveer vaak. Ja, ik denk dat wel. Ja. En dat dan onze dobbelsteen, zoals we hem kennen, zo geëindigd is, lijkt mij ook uit praktische overweging. Die maak je ook veel makkelijker dan dat je die dodecaeder maakt. Dus, maar je kan ze trouwens ook kopen in andere vormen, dobbelstenen, voor de liefhebbers. Nu, ik ga even van iets heel concreet praktisch naar iets zeer... abstract filosofisch. Het sluit wel aan bij wat we net hebben besproken. Plato had het idee dat er een vormenwereld is, dat weet je, waarin de echte dingen bestaan en die zijn meer echt dan het empirische, het feitelijke, het aardse. En dat lijkt dan a fortiori toch te gelden voor de wiskunde. Mm-hmm. En dus ik denk dat er nogal wat platonisten zijn onder de wiskundigen die dan denken dat wiskunde een soort bestaan heeft, los van het concrete aardse, de realiteit zoals wij die kennen. Of anders geformuleerd dat, moesten wij er niet zijn of niet meer zijn, alles verdwijnt, de aarde verdwijnt, de mensen verdwijnen, denkende wezens zelfs verdwijnen, maar dan is die wiskunde daar nog altijd. Mm-hmm.
En aan het andere uiterste heb je natuurlijk de positie die zegt, ja nee, wiskunde is een bedenksel van de mens, zoals alles. En het is een beetje toeval, een wonderlijk toeval wel, dat we die wiskunde kunnen gebruiken om de werkelijkheid mee te vatten. Is dat iets wat jou bezighoudt? Goh, ik heb daar geen uitgesproken mening. Nee. Wat wel mij natuurlijk mateloos fascineert, is dat alles rondom ons in die wiskundige wetmatigheden te vatten valt. Dat is op zich al heel intrigerend. Ja, ja. Dus ja, er zijn zoveel wetenschappers die het de taal van het universum hebben genoemd. Dat is zeker. En dat is dan van grote schaal tot kleine schaal. Het boek de natuur is geschreven in de taal van de wiskunde, voilà. Zijn Galilei. Ja. Ja. En dan, ja, wat je dan hebt, die wiskundige structuren, als je de geschikte wiskundige structuren hebt om de natuur rondom ons te gaan beschrijven, dan kan je die zelf verder gaan onderzoeken. Ja. En dan kan je de vraag stellen, ja, dan ben je op dat moment niet zelfs een beetje empirisch dan ook bezig. Hè? Je bent aan het proberen eigenschappen, voorbeelden, testen. Hè? Dus dan ben je even ook de empirische wetenschapper. Maar dan vind je een patroon en dan komt het dat het toch alleen maar in de wiskunde kan, dat je daar dan een wetmatigheid, de waarheid daarvan, dan effectief kan gaan bewijzen. Ja. En dan ben je, ja, dat geeft ook zo'n ongelooflijk gevoel dat je kan over die wiskundige structuur dan ja, iets ontdekt hebben. Hè. Dat leek of het dan toch dat even voor jou verscholen heeft en dat je het vindt. Ja. Ja. Dus dat is toch platonisch, hè, zoals je het nu zegt. En ik begrijp het wel. Kijk, het is misschien een klassiek vraagstuk, maar ik leg het je ook voor. Het sluit aan dus bij dit punt. We weten al wel, sinds Euclides heeft het al bewezen, dat de reeks van priemgetallen oneindig is. Op dit moment kennen wij een priemgetal dat het grootste is dat we tot nu toe kennen. Mm-hmm. Ik ken dat getal niet, ik zou het ook niet kunnen uitspreken natuurlijk, want het is een gigantisch groot ondertussen. Ja. Maar wij weten dat daar ergens verder zit er nog eentje. Ja. En daarna nog eentje. En dat gaat zo door. Ja. En we kunnen computers die laten, en nu komt het filosofische punt, we kunnen die laten maken of laten ontdekken. Mm-hmm. Welk werkwoord zou jij hier gebruiken? Ontdekken. Dus die zijn daar ergens, los van ons lijkt het wel. Ja. Hè? Ja. Ja, dus dat is platonisme. Ja, dat is of de platonist in jou die dat antwoord hier toch geeft. Ja. Hè? Okay. Ja. Dus dat betekent ook, stel dat er buitenaards intelligent leven is, die zullen ook dit soort dingen ontdekt hebben. Mm-hmm. Ik denk dat wel. Als ze intelligent zijn en als wij er kunnen mee communiceren, als ze die technologie hebben, dan hebben ze die wiskunde nodig gehad enzovoort, dan zullen ze ook de priemgetallen kennen en de vijf regelmatige veelvlakken en duizenden in andere wiskundige inzichten. Ja. Kun je vermoeden. Ja, wel, ze gaan niet tot een andere constanten komen of tot een andere invulling van wat pi is of e is. Wel, of i is. Zolang als we... als zij ook gaan tellen en meten, dan kom je wel tot diezelfde dingen natuurlijk. Ja. Als je gaat tellen, kies je daar altijd, in het boek staat ook beschreven, je kiest een basis waarin je gaat tellen. Dus ja, als je over pi gaat spreken, als je pi via zijn definitie van de verhoudingen gaat geven, dan komen ze daar ook toe. Want dat is het meten binnen dat object. Ze kunnen zich vergissen natuurlijk. Ja, ja, maar als we gaan spreken over de numerieke benadering die wij maken, dan kan dat in andere getallen zijn. Hè? Ja. Omdat zij daar uiteraard, een andere basis uiteraard kunnen gekozen hebben. Maar het principe, concept zelf, ja. Dus dat betekent ook, stel dat er buitenaards intelligent leven is, als we al een kans hebben om met die wezens te communiceren, dan zal het via de wiskunde in eerste instantie verlopen. Want het zal niet in het Engels zijn, zoals in de film soms gebeurt of zo. Hè. Dus, want dat is de universele taal in de hele kosmos, lijkt het wel. Een soort Esperanto dat we kunnen gebruiken. Ja, dat hebben we... Natuurlijk moeten we nog altijd dan zien van... Ja, wij schrijven het. Gaan ze de schrijven. De symbolen en zo. Dat is, natuurlijk, ergens arbitrair. Voilà. Ja. Maar wat de wereld hierachter schuilt... Ja. Moet universeel zijn, is absoluut de gedachte hier toch? Ja, dat goed. Denk ik wel. Nu, vandaar ook dat je daarnet mondeling ook al, je doet het ook in je boek,
dat je zonder al te veel schroom het woord waarheid durft in de mond nemen. Natuurlijk, een natuurwetenschapper zal dat ook wel doen. Maar eigenlijk kunnen we dat misschien toch maar met de volle zekerheid, en dan nog, in de wiskunde doen. Omdat we daar de notie van een bewijs, en van bewijzen hebben. Ja. We hebben natuurlijk in de fysica, de scheikunde ook wel bewijzen, maar dat geeft toch een ander statuut, hoe moet ik dat noemen, dan in de wiskunde. Je bent het daarmee eens? Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik voor wiskunde heb gekozen. Want ik vind het heel moeilijk wanneer subjectiviteit om de hoek komt loeren. Het is een soort behoefte ook, om die zekerheid... om die zekerheid te hebben van geen discussie. Wat ik wel, dat heb ik ook in een boek beschreven, wat ik wel pas aan de universiteit eigenlijk tegenkwam, en dan nog eens naar het einde van de opleiding toe. Je haalde het al aan, je kan hem bewijzen. Maar in de wiskunde is niet alles wat waar is, bewijsbaar. Dat is ook fascinerend. Dus je hebt daar wel die waarheid, maar het is niet alleen waar als je het bewezen hebt. Iets is waar of iets is vals. Dat is absoluut. Nu, je verwijst naar Simon Stevin, onze bruggeling, zal ik maar zeggen, die het woord wiskunde heeft bedacht, en dat verwijst naar het gewisse, het zekere. Dus het moet Stevin ook aangesproken hebben, dat wat jij nu naar voren brengt. Maar je maakt ook de half ernstig bedoelde grap dat wiskundigen enkel papier, potlood en koffie nodig hebben. Ja. Maar hebben ze niet soms ook eens een hond nodig? Ja, omdat er worden toch ook veel vergissingen gemaakt. Dat doorstreep je gewoon, hè? Ja. Nee, want vaak is alles wat je geprobeerd hebt en tot niets leidt op dat moment misschien achteraf nog nuttig. Ja. Rekenfouten, dat was iets anders. Maar heb je, kijk, in de geschiedenis van de wetenschappen, dus de feitelijke empirische wetenschappen, we weten wat de blunders waren, de dwaalwegen, de verkeerde pogingen enzovoort. En dat wordt dan gaandeweg verbeterd, gecorrigeerd. We gaan daar overheen. En we doseren dat niet meer aan jongeren van de universiteit, behalve in wetenschapsgeschiedenis of zo. Maar iemand die biologie studeert nu bijvoorbeeld, die hoort wel iets over Lamarck. Maar dat is dan eigenlijk heel kort en dat is dan om duidelijk te maken, die man had het fout en daarna kwam Darwin. Dat is een beetje clichématig voorgesteld altijd. Maar goed, dat is hoe daarover geredeneerd wordt. Hè. Je bouwt verder op basis van de vergissingen van de anderen. Mm-hmm. Maar in de wiskunde lijkt dat anders te zijn. Kijk, het bewijs van Euclides, rond 300 voor onze tijdrekening, voor de stelling van Pythagoras bijvoorbeeld, maar heeft honderden stellingen bewezen. Dat is heel oud, maar dat is zo actueel als het maar kan zijn tegelijkertijd. Ja. Zijn er niettemin in de wiskunde toch ook vergissingen die zijn blijven, die als waar werden beschouwd en die een heel lange invloed hebben gehad, zoals dat in de natuurwetenschappen ook het geval kan zijn? Of heb je daar dat gewoon niet of minder? Vergissingen, ik heb geen weet van u echt heel grote echt fouten in bewijzen die niet gedetecteerd werden. Ja, en concepten die... er slippen altijd wel een paar dingen door de maan. Niet alles ook wat we nu online gaan vinden bij gereviewde artikels. Ga ik niet zeggen dat daar is niet ergens een fout hier en daar nog kan ingezet. Maar er zijn geen grote fouten die hun eigen leven hebben. Waarvan je zou zeggen, kijk, dit heeft daar 100 jaar de wiskundigen op een verkeerd spoor gezet. Het ding is van, zolang als je dus de... de taal van de wiskunde gebruikt, de logica die je correct toepast. Als dat correct gebeurd is, is alles daar waar. Wat we wel hebben, is de wiskunde vertrekt vanuit een aantal axiomas. Ja. En wat we daar wel hebben gehad, en je hebt Euclides vernoemd. Het vijfde postulaat. Voilà. Dus bij Euclides, het parallelle postulaat, waar dat je naar een rechte, en je wilt een evenwijdige rechte tekenen, hij formuleerde dat in het vlak. Mm-hmm. En wat wel had, is dat, wanneer we dan goed en wel wisten dat we op een bol leven, die bol is niet plat. Hoe rijmt dat met die meetkunde van Euclides, die plat is? Als we dan beginnen meten op die bol, en dus...
Dan heeft men wel lang gedacht dat, of men heeft ook lang proberen dat axioma bewijzen. Dus een axioma zijn een aantal vertrekpunten. Alsof het een stelling is, ja. Ja, alsof het een aantal dingen dit is gewoon waar. En dus een van ze van zijn, dat is iets dat we vaststellen en waaruit we beginnen met te redeneren. Hè? Dus een van zijn makkelijkst begrijpbare axiomes. Als wij op een blad papier twee punten tekenen, dan kunnen we daar met een lat een rechte doortrekken. Ja, dat gaan we niet bewijzen. Dat is een aanname of, waaruit we vertrekken. Een deel is groter dan het geheel. Dat is ook een van zijn aannames. Ja. Dus het is zodanig evident dat niemand het betwijfelt. En toch sluipt daar al een probleem in. Ja, en daar zijn ook dan, en dan moeten we maar 100 jaar geleden gaan kijken, ook grote crisissen, de grondslagencrisissen rondgegaan van maar welke mogen we dan allemaal pakken? Wat is dan toch het minimale set? En dus, bij dat parallelle postulaat, heeft men lang gedacht van, dat lijkt, want hoe dat hij het eerst formuleerde, was echt wel met een hele lange uitdrukking. En men dacht, dit moet wel een stelling zijn. Het was niet karakteristiek voor Euclides. Ja. Ja. En dus men dacht, hij kon ze niet bewijzen, dus hij heeft ze maar toegevoegd als, dit is een aanname, en een keer dat je dat hebt, kan je wel een aantal dingen dan gaan bewijzen. Hij gebruikt ze ook maar ver in het boek. Het is mijn lange tanden, je voelt dat. Ja, exact. En dus daardoor heeft men wel dan lang gedacht van, dit moet men kunnen bewijzen, maar dat leek maar niet te lukken. Ja. En de verklaring kon men dus vinden in, dit is een aanname die we mogen, of als we die aanname doen, dan komen we op de meetkunde die vlak is uit. Als we niet die aanname doen, dan komen we op een meetkunde die onder andere dus waar onze aarde aan voldoet, of dan andere die we de hyperbolische meetkunde noemen. Ja. Dus het is geen vergissing. Hij had gelijk, want hij was de meetkunde in het vlak aan het bestuderen. En daar moet je het als een axioma gaan aannemen. En neem je het niet aan, kom je in een andere meetkunde terecht. Maar alles wat hij heeft afgeleid en alles wat we nu nog doen in het vlak is waar. Hè? Dus het was geen fout, het was geen vergissing. Maar het was wel een intrigerend iets voor heel lang. Dus eigenlijk, het is geen fout. Hè? Dus het is niet dat de hele discussie rond dat vijfde postulaat, dat parallelle postulaat, heeft aangetoond dat daar ergens iets mis was. Nee, we hebben wel vastgesteld dat je die axioma's, in concreto dat vijfde postulaat, kunt wijzigen. En dan krijg je andere meetkundes. Ja. Is dat niet, dus de niet-Euclidische meetkundes. Ja. Ja. Maar is dat dus niet ook intrigerend? Want ze zijn alle drie, want je hebt er dan drie. Ja. Ofwel kun je er één doortrekken door dat gegeven punt, ofwel geen enkele, ofwel meerdere. Nog meerdere. Andere mogelijkheden zie ik niet. Hè? Nee, en dat is ook weer de logica. Hè? Niet één is geen of veel. Precies, ja. Maar dat betekent dus dat we zijn gaan inzien, 19e, 20e eeuw. Ja, we hebben eigenlijk drie meetkundes en ze zijn alle drie even geldig, even waar. Ja. En bruikbaar voor andere werelden, in een zekere zin. Exact. Ja. Ja. En gebeurt dat vaker in de wiskunde, dat je zo parallele wiskundes hebt die intrinsiek evenwaardig zijn? Ja, eigenlijk gebeurt heel, heel veel, een heel groot gebied binnen de wiskunde is wel vertrekkende van, we hebben nu dit concept. Daarvoor zijn het niet meer axiomas, maar we wel gaan zeggen, dit concept voldoet aan die en die voorwaarden. Ja. En dus binnen de axiomatiek waarin we werken, kunnen we daarmee verder rekenen. Maar dat we wel gaan zeggen, als we die voorwaarden, een van die voorwaarden nu weglaten. Eens kijken wat er gebeurt. Ja, of vervangen door een andere. Wat zijn dan de criteria? Je mag natuurlijk geen interne contradicties krijgen, neem ik aan. Ja. En wat mag er nogal niet? Wel, dus binnen de logica mag je dus gewoon geen contra. En voor de rest is alles toegelaten. Ja. Ja, hoe vreemd het voor ons zogenaamde gezond verstand ook mag zijn. Ja, en dat is het feit. Dan wordt het ontdekken van wat kan ik daarover zeggen? Wat kan ik daarover afleiden? En dan kan je ook natuurlijk op zoek gaan, doet zich dit ergens in een, of is dit concept ergens in een realiteit bruikbaar? En maar bizar genoeg, de meetkunde van Riemann was dan nog bruikbaar in de relativiteitstheorie. Ja. Dus zij bleek interessanter te zijn om de kosmos te beschrijven dan de gezondsverstands.
Ja. Meetkunde van Euclides. Ja. Juist. Gezond dus verstand wie weet... of het lokale. Ik denk dat dat ook wel het leuke is. Van, ja, je zit dan lokaal. En wat we wel hebben, is dat wat Euclides... Dus als we gaan kijken naar onze kosmos, de meetkunde die we daar doen, eigenlijk kunnen we de berekeningen daar wel altijd terugbrengen tot lokale berekeningen. En dan komen we terug bij Euclides. Dus in zekere zin kunnen we wel zeggen dat wat Euclides deed, is nog voor de drie types meetkunde altijd bruikbaar. Ja. Dat is wel het mooie. Dus het lokale, het platte, blijft op welke vorm je ook zit of bestudeert. Bruikbaar. Wel, ja, een handig rekenmiddel. Ja. Dat vind ik ook wel een hele mooie. Juist. Ja, dus Euclides, ja, blijft... Het is niet dat de andere meetkunde dan... Ja, daarnaast dan misschien even... Ja, die vlakke meetkunde is nuttig voor die andere twee. Ja. Ik weet tot 100 jaar geleden, misschien zelfs minder, iedereen die middelbare school had doorlopen, die kende wel een en ander af van Euclides. Ja. Dat, we hebben dat op een of ander moment laten vallen. Als ik jou zo hoor, zou ik de indruk krijgen dat je dat betreurt. Ja. Ik kan me nu niet van de indruk ontdoen dat we toch wiskunde vaak heel rekenkundig, heel probleemgericht aanbrengen. Pedagogisch gesproken bedoel je? Alsof jongeren moeten inzien dat dat praktisch nut heeft. En dat is een aspect dat je zeker moet doen. En er is een moment geweest dat dat te weinig aandacht kreeg. Ja, maar Euclides bijvoorbeeld heeft ook te maken van wiskunde in het algemeen met schoonheid. En met schoonheid, maar ook de manier van redeneren. Want vaak wordt dat dan afgedaan als we naar die theorieën kijken. Van, dat is theoretisch. Het is vooral de praktische invulling daarvan die belangrijk is. Maar de theorie, de concepten geeft ons een manier van denken, een denkkader, om als jij totaal een probleem wil aanpakken, problemen in de toekomst waar we nog helemaal niet aan gedacht hebben, dan moet je net die stap maken van het probleem dat je wilt bestuderen, van welke wiskundige structuur is hier nu geschikt voor om mee te gaan redeneren. En dat is wat Euclides en de manier van de axiomatiek of van uit te puren van wat heb ik net als voorwaarden nodig. Ik ontdoe het van al de ballast, wat zijn de relaties, de belangrijke structuren die overblijven. En dan ga ik redeneren. Dus het geeft ons een manier van redeneren die je eigenlijk niet kan aanleren als je gaat zeggen, we voeren nu dit concept in en we gaan dat hier voor dat of dat probleem gaan aanpakken. En we zien nog in ons onderwijs definities en stellingen, maar ze komen toch altijd als een deus ex machina. Ja. En je verliest ook de verbinding die er tussen al die concepten wel is. En dat heb ik ook in het boek proberen doen. Hè. We hebben het enerzijds de tak van de wiskunde die uit het tellen voortkomt, een tak die uit het meten voortkomt, maar die vinden elkaar. En bijvoorbeeld bij Descartes, in dit voorbeeld. Ja. Dus door het op die manier te gaan aanbrengen van naar toch te gaan zeggen, laat ons eens die oefening doen van als ik dit probleem wil oplossen, welke wiskundige structuur ga ik nu gebruiken? En dan kom je automatisch tot, als dit nu een nieuwe structuur is die we moeten invoeren, er bestaat nog geen geschikt concept. En dan kom je terug in een tak van de zuivere wiskunde en gaan zeggen, laat ons nu rond dit concept aan zich gaan bestuderen en dan gaan we het weer gaan toepassen. Ja. En dat is wat we hebben losgelaten. En ik denk dus, Euclides is een van de eerste prachtige hele raamwerken die we binnen de wiskunde hebben gehad, dat net mooi kan illustreren. En meetkunde is iets wat we ons heel goed kunnen voorstellen. Dus het lijkt mij nog altijd het geschikte middel om wiskundig denken, relaties, patronen te gaan zien. En we mogen dit niet alleen zien als eindeloze variaties op rekenen, integralen oplossen enzovoort. Je brengt verschillende voorbeelden in je boek naar voren, die je trouwens zeer helder uitlegt. Ik wou dat ik het boek had gehad in mijn middelbare schooltijd. Hè. maar van schoonheid en
ja, en het intrigerende, fascinerende van getallen en alles wat met wiskunde te maken heeft. Veel te veel om hier te kunnen bespreken. Maar bijvoorbeeld hoe je over priemgetallen schrijft of over het getal pi schrijft, daar hebben we het al even over gehad. Of de guldensnede, dat verwijst naar het getal phi. En verschillende andere voorbeelden, maar ik wil er toch één of twee uitpikken. Hè. Misschien die guldensnede, phi. Een merkwaardig, mysterieus getal, het duikt op in de natuur ook. Het heeft allerlei eigenschappen die dan weer aan andere zaken raken. Misschien kunnen we dat even als voorbeeld bespreken. Ja. Stel, aan volstrekte leken, hoe breng je over waarom het getal phi, geconnecteerd dus met die guldensnede, waarom dat zo bijzonder is? Ja, wel, je haalde het aan, hè. In de natuur, als we gaan kijken naar dingen die groeien, en als we kijken naar heel primitieve dingen, de varens, een van de eerste planten, als die groeien, die vertrekken op een rolletje en dan ontvouwen die zich. De manier waarop dat rolletje is gemaakt, de verhoudingen die we daarin terugvinden, die kunnen we linken aan dat getal phi. En dat getal is 1,6 en nog wat. Hè? Ja. Ja. Weer al, het is een irrationaal dus het getal. Niet, dus we kunnen dat niet exact numeriek gaan benaderen. Het stopt niet en er zit geen patroon in ook, bovendien. Ja, exact. Ja. Dus de getalletjes zijn onvoorspelbaar. Je moet het uitrekenen om te weten wat er komt. Ja. Maar dus, we zien dat bij varens die groeien, hoe dat ook zonnebloempitjes, hoe dat die zitten. Dus als die zonnebloem groeit, hoe dat die pitjes daar gaan maar dus, komen. Dus hoe moeten we ons dat nu voorstellen, gekoppeld aan het getal phi? Dus laten we zeggen 1,6. Want ik begrijp dat die guldensnede, want daar heeft het mee te maken, komt eigenlijk heel eenvoudig hierop neer. Stel dat je een lijnstuk hebt, van om het even hoe lang, je verdeelt het in twee. Als je dan dat kleinste deel neemt, de verhouding ten opzichte van het grootste deel, moet zodanig zijn zoals het grootste deel ten opzichte van het volledige lijnstuk. Dat drukt dan het getal phi uit. Dat is de guldensnede. Blijkbaar vinden wij dat esthetisch. Ja. Dat wordt toch verteld? Wel, dus dat is de meest courante definitie om de guldensnede in te voeren. Maar ik vind dat, nou ja, als je zegt de verhouding van dit, dat... De ingewikkelde om ik denk dat daar kan je toch moeilijk iets bij voorstellen. Maar het is een vereenvoudigde voorstelling van, als we terug naar de Grieken gaan kijken. Mm-hmm. Dus de Grieken, als we naar Euclides kijken, naar meetkunde... ze hadden geen meter. Hè. Als we gaan kijken naar wanneer de eenheid is ingevoerd, dat is pas later. Maar hoe zij meten, was eigenlijk alles proberen terug te brengen tot vierkanten. Dat waren voor hen mooie eenheden. Dus je gaat ergens vierkanten gaan inpassen en je kiest een bepaalde lengte van die zijde. En zo ga je oppervlakte gaan benaderen of gaan bestuderen. Maar dus voor hen waren vierkanten hele mooie... wiskundige structuren. Weer al verklaart nadien ook die veelvlakken enzovoort. Maar als je naar die vierkanten dan gaat kijken, dus dezelfde zijde overal, het eerstvolgende dat je dan kan hebben is een rechthoek. Maar dan kom je tot wat is een interessante rechthoek. Of als je nu de grootte van zo'n rechthoek wil gaan meten, dan wil je die weer gaan benaderen met een vierkant. Als je naar een rechthoek kijkt, dan ga je natuurlijk zijn korte zijde gaan nemen op die lange. Je stelt dat voor in het boek met tekeningetjes ook duidelijk, ja. En dus dan heb je een rechthoek, je zet daar dan dat vierkant waar je die korte zijde overbrengt en dan heb je nog een overschotje. Een strook, ja. En die wil je natuurlijk gaan dan, hoe groot is dat dan? Wel, zij hadden, en dan komen die verhoudingen daar dan in, zij vonden dat als dat overschotje nu eigenlijk... een verkleinde versie is van die rechthoek origineel, dan zitten daar dus verbanden in en dan kan je die oppervlakte beter berekenen. Of is dat misschien een mooiere rechthoek of een interessantere rechthoek? Dat is een rechthoek volgens het principe van de guldensnede. Voilà. Of je vindt de guldensnede daarin terug, hoe zou je dat zeggen? Zoiets. Voilà. En dus daar hadden zij van, hoe lang moet die lange zijde zijn, zodanig dat, als ik dus de korte zijde overbreng, dat die overschot... zich eigenlijk verhoudt als een kleiner kopieke van de originele. Ja. Dus dat je lengte en zijde volgens hetzelfde
factor inkrimpt om daartoe te komen. Dat vind ik een intuïtievere uitleg. En dan moet die lange zijde dus net de gulden snede zijn. En ja, dan, doordat de Grieken het echt wel beschreven als dit is mooi of interessant, heeft men lang gedacht dat men ook in de architectuur met opzet bepaalde verhoudingen zo ingaan. Parthenon bijvoorbeeld. Voilà. Maar dat is betwist. Dat is betwist en wat we waarschijnlijk wel... We vinden dat wel mooi of we vinden dat in verhouding, maar als we dus gaan kijken naar... Ik gaf nu het voorbeeld van de varen, maar het wordt spectaculairder als we naar ons eigen lichaam ook gaan kijken. We vinden het op allerlei manieren van groei terug. Als we bepaalde verhoudingen nemen van onze arm en onze elleboog. Je vraagt aan de lezer van, meet het maar eens na. Ja. Ik heb dat niet gedaan, moet ik bekennen. Maar misschien moet ik het eens doen. Ja, je komt erop uit. En dus ook hoe ons lichaam dan zelf, je kan ook van je bekken en je buik, dus die verhoudingen van hoe lang ten opzichte van kort in de natuur rondom ons en in onszelf, die gulden snede komt terug. En dit is niet een geval van, als je maar lang genoeg zoekt, vind je altijd wel wat. Nee, het is dieper dan dat toch. Maar het is niet dat je zelf groeit exact volgens de gulden snede natuurlijk. Het is weer een benadering en dus we vinden het terug door het concept van groei. Ja. En dat kan je dus mooi, zeker dan bij spiraal vormen. En dat kan je weer vanuit die rechthoek vertrekken. Hè, want en dan heb je rechthoek, je hebt je kleiner stukje, hè, dat de kleinere kopij is. Maar aangezien die een kleinere kopij is, kan je daar datzelfde weer in doen. Hè? Weer een vierkant in vinden. En als je dan al die hoekjes verbindt, dan krijg je een spiraal. En dat is dus net hoe een varen zich ook dus ontvouwt. Ja. En dus zo heb je daar automatisch die link tussen groei of iets dat oprolt en dus ook hoe wij uit elkaar uitrollen. Hè? Ja. Het zit inherent in de natuur. Ja. Ook als we gaan kijken naar satellietbeelden, hè, hoe orkanen zich gaan ontwikkelen. Daar vinden we mooi ook die spiralen in terug. Ja. Dus we zien het als iets herkenbaar en daardoor, als iets herkenbaar is, misschien ook net mooier. Of als iets afwijkt van het herkenbare, lijkt het dan misschien niet mooi. Ik denk dat we het in die context moeten zoeken. Maar ja, ik vind het ook weer mooi dat je daar het meetkundige met de natuur gaat verbinden. Maar je vindt het ook terug in het tellen. Hè. Dan komen we tot de zogenaamde rij van Fibonacci. Die ook wel gelinkt is aan groei van een populatie van denkbeeldige konijnen, want ze doen rare dingen. Maar daar hebben we dan iets wat we tellen. Hè. We tellen een aantal konijnenparen in een bepaalde generatie en hoe dat evolueert. Dus daar krijg je getallen. Maar als je daar dan de groei binnen die getallen naar elk volgende generatie ook de verhoudingen neemt, krijg je ook weer bij benadering die gulden snede. Dus het zit hem in heel veel dingen. En is dat iets wat wiskundigen volkomen hebben doorgrond? Of denk je dat daar nog meer ontdekkingen zijn te doen? Goh, ik denk dat we wel nog fenomenen zullen vinden waar we die gulden snede in terugvinden. Zeker als we gaan kijken naar wat we nu doen op grote schaal. Hè. De zwaartekrachtgolven die we gaan... Misschien komen we dat daar ook wel ergens dus in de groei van het heelal. En anderzijds... Hoe sterrenstelsels ontstaan. Voilà, maar dat weten we al. Dus daar zien we ook die spiralen in. En nu gaan we ook meer en meer op heel kleine schaal gaan kijken. Hè. We zijn onze bouwblokken van het menselijk lichaam aan het bekijken waar groei uitkomt. Waarom zou ook daar binnen ons DNA... Dus ik verwacht daar wel toch ook nog dat we in bepaalde structurenpatronen... En is dat dan verrassend? Ik denk dat wiskundigen... Ja, dat was misschien wel te verwachten. Nu niet dat we daar bijzonder naar op zoek gaan gaan. Dat nu niet. Ja. Maar ik denk wel dat er nog heel wat fenomenen zijn waar we gaan zeggen, daar duikt dat nu ook op. Ja. Je bespreekt in je boek allerlei andere zaken waar ik graag zou over praten, maar onze tijd is hier beperkt. Het begrip of getal oneindig, de laatste stelling van Fermat, de formule van
Euler, de mooiste formule in de wiskunde. Ik zou dat allemaal graag bespreken, maar we gaan dat hier nu niet doen. Het is misschien ook te moeilijk om dit puur mondeling te Euler formule. Ja, dan moet het dus een blad papier en ook om alles niet alleen te schrijven, maar ook een tekeningetje bij juist. Te maken. Ja. Nee, het belang van de calculus, Leibniz, Newton enzovoort. Dus dingen die we misschien wel kennen uit de middelbare school, maar je legt het toch op een historische manier uit. Ik heb dat gemist in mijn onderwijs ook. Ja. Maar goed, men moet het boek maar lezen daarvoor, hè, natuurlijk. Maar ik wil toch nog een paar zaken aankaarten. En je vermeldde het in het begin van ons gesprek al, die zaak waar nu veel rond te doen is, die ChatGPT software, het Artificial Intelligence dus. We zijn nu terug bij jouw echte specialisatie, denk ik. En ik las dat in sommige landen het gebruik daarvan zelfs wordt verboden, omdat men denkt, ja, studenten gaan bedrog plegen enzovoort. Jij schreef er al een stuk over in de tijd, zag ik, waarbij je de mensen een beetje kalmeert en zegt, ja, het zal wel niet zo'n vaart lopen, laat ons dat eerder positief interpreteren, het zal eerder een tool, een hulpmiddel worden. Mm-hmm. Misschien moet je toch, want het is nu iets heel nieuws, ons toch eens uitleggen, over wat voor software gaat dat nu? Het schijnt een vrij revolutionair iets wel te zijn. En wat kun je ermee doen? En wat zijn dan die zogenaamde gevaren? Ja, dus ik had het al over digitale beelden. Het zijn getallen en dan kunnen we daar berekening mee doen om iets te gaan herkennen. Taal, woorden, hoe zitten daar getallen achter? Je kan digitale tekst, als die dus omgezet is, door onder andere de technologie die we bijvoorbeeld dus bij de bibliotheek ontwikkelen, als je daar de karakters in herkent, vanaf dan heb je een digitale tekst. Dat staat dan los van de representatie in die computer, maar de computer heeft die woorden. Dus kan die lezen, kan meewerken. Wat we dan gaan doen, is proberen de computer een betekenis van die woorden te leren. Eigenlijk net zoals wij als kinderen taal leren. Wij leren taal door het veel te horen en dan krijgen we daar een begrip van. Dan kunnen we dat connecteren. We zien dat in contexten. Ja, ten eerste kunnen we een object benoemen. Dat is het wat we eerst vooral gaan doen. Maar we krijgen als kind ook heel snel van dingen die we niet fysiek zien, een begrip van wat dat is. Mm-hmm. En dat komt omdat dat binnen een context wordt verteld wel. Als je nu natuurlijk een computer hebt die heel goed kan rekenen, je hebt heel wat opslagmogelijkheden, je hebt heel wat digitale data, dan kan je die dus al die data gaan geven. En dan kan je die proberen de betekenis van woorden te leren door eigenlijk iets heel ook niet zo moeilijk uit te leggen. Je gaat een bepaalde zin nemen en je laat uit die zin een woord weg. En dan vraag je de computer, wat woord zou daar gestaan hebben? Een initieel, als zo'n algoritme, helemaal in het begin, als we gaan kijken naar hoe men daarmee zal gestart, dan is dat, er is gigantisch veel, dus dan ga je dat als random invullen. Nee, was niet goed, zeg je dan. Dan komen we binnen wat we noemen reinforcement learning. Dat is een bepaalde manier van machine learning, waar die via trial and error probeert te leren. En als die het goed doet, dan krijgt hij een beloning als het ware. En als het slecht is, wordt er iets afgetrokken. Dus je hoort, zoals in een computerspel, een soort score bij. Ja. Dus je laat hem woorden weghalen, voorspellen. Ja. En zo gaat hij. Dan kan je op den duur wel zeggen, dit was bijna goed. En dan kom je tot synoniemen enzovoort. Ja. En als je die dus heel lang laat rekenen en heel wat voedt, dan krijgt hij een notie van, dit woord, daar komt dit meestal rond, dus dit zal dat wel betekenen, of dit komt vaak daarin voor. En zo komen we dan ook tot de stijl van de auteur. Een auteur zal vaak ook op die manier bijvoorbeeld gaan spreken. Dus, zo kunnen we een computer een taal leren. Maar dan komen we tot, als we die computer nu een vraag willen stellen, dan moet die eerst die vraag dus ook kunnen begrijpen. Dus we stellen die vraag, die interpreteert dat, vertaalt dat weer naar zijn model. Probeert dan ook van, wat is dan net het antwoord of dat ik moet gaan? En dan gaat hij dat gaan zoeken binnen. Dus daar zit dan ook een heel kennismodel in. En dat is waar het nu vaak nog fout loopt. Het is vooral nu op taal gebaseerd. Als er bepaalde kennis
niet aanwezig is, gaat die wel iets proberen antwoorden dat daar in de buurt ligt. En dus daarom kan die er wel al eens dik naast zitten. Hij doet een gok. Voilà, ja. Hij doet een gok. En als je weet dat dat het principe is dat erachter zit, weet je ook hoe je er moet mee omgaan. En men probeert het nu continu te verbeteren. En ja, we hebben de data. Het is kwestie dan van combinaties te maken. Ja. Hè, van, maar dus die gaat dan een antwoord. Hè, dus die zoekt daarin van, ah ja, ja, dat antwoord ligt hier rond. En dan antwoordt hij ook nog eens met een mooie zin. En dat allemaal quasi real-time. Dat is echt wel het heel indrukwekkende. Want we zitten daar met een model met maar echt miljarden aan parameters. Ja. Dus dat alleen al opslaan, daarin gaan zoeken naar antwoord. En dat antwoord ook formuleren, dat is ongezien. En dat is, ja, echt fantastisch. Maar dus dat programma... ChatGPT, zo moet ik het noemen. Ja. Die GPT, ik weet niet waar dat voor staat. Weet ja, dat? Ja. Het slaat op de techniek die hij gebruikt. Hè. Dus dat, okay, is een transformer, pre-trained transformer. Dus men heeft dat vooraf getraind. Die transformer slaat om, dus eigenlijk op de manier van woorden weglaten, okay, en voorspellen. Maar je, ja, kunt dus aan het programma vragen, schrijf mij eens een essay over een of ander onderwerp, het maakt niet uit wat, ja, over de oorlog in Oekraïne of zo. En dan rolt daar een essay uit. Ja. Ja, dat leesbaar is, dat niet onzinnig is. Ja. En pas op, onzinnig, dat is... Dus het is grammaticaal zeer mooi. Mm-hmm. En dan vind ik dat is wat het wel ook een leerhulpmiddel kan maken. Het is grammaticaal zeer mooi. Natuurlijk, ik ben geen taalkundige. Misschien dat taalkundige ook zegt... Oh, het is, ja, het Nederlands, je kan er ook niet in Nederlands vragen aanstellen. Ja. Nederlands is ook echt wel dus een hoog niveau. Dus je gaat niet meteen doorhebben dat het door een computer is gegenereerd? Nee, op gebied van taalconstructie, nee, zeker niet. Maar inhoudelijk wel. Kan het wel nog wel spaak lopen. Net omdat hij dus kan, en dat noemen we dan hallucineren. Hij zal wel altijd proberen een antwoord te bieden. Alhoewel dat ik wel merk dat hij de laatste tijd ook wel gaat echt expliciet zeggen, hier weet ik niks van. Dus ik kan u ook geen antwoord bieden. Maar als we dan... gaan naar langere teksten, waar je bijvoorbeeld een bepaalde stelling laat verdedigen, heeft hij soms toch nog wel wat moeite van als hij een bepaald standpunt inneemt, om de argumenten niet ergens zodanig, ja, die gaan dan doorheen de tekst, dat hij soms op het einde misschien zichzelf tegenspreekt. Ja. Maar het wordt altijd beter. Maar dus het voorgaande model zei bijvoorbeeld op een bepaald moment van ik begrijp toch nog niet altijd goed waarom iets grappig is. Het was ergens, denk ik, ergens een vraag rond vertel mij eens een grap. En op het einde was die toch zoiets van, maar ik kan toch wel beter grappen verzinnen dan jij. Terwijl hij eerst dan zegt van, ik kan het toch niet zo goed. Dus de punchline, yes, is daar wel ook vooral op getraind. Dus je vindt daar wel contradicties in. En als je naar wiskunde toe gaat, doordat hij dan vooral textueel is getraind en daar niet... Een wiskundige logica aangekoppeld heeft. Ook daar zal hij de manieren van bewijzen... Want wiskundige, dat is niet... Hè, een bewijs is niet altijd puur symbolisch. Hè. Daar zit ook heel wat geschreven tekst in die de redenering onderweg weergeeft. En dan gaat hij dat ook doen. Hè. Dus daar zitten zo van die redeneringen in. En als we dit nu veronderstellen, komen we daar. Maar dan gebeuren er rekenfouten of dan... loopt het ook gewoon in een cirkel. Dat heeft hij niet door, natuurlijk. Dat heeft hij helemaal hij niet of door. Zij of het, ja. Maar het laatste woord is er nog niet over gezegd, want het roept allerlei kwesties op, natuurlijk. Mm-hmm. Hè. Goed, we gaan naar het einde van ons gesprek. Ik moet nog... ik wil niet eindigen met een pessimistisch iets, maar ik moet het toch aankaarten. Er zijn studies die aantonen dat de kennis van de wiskunde van de Belgische jongeren of Vlaamse jongeren er op achteruit gaat. Mm-hmm. Hè. En toch vrij significant. Is dat iets wat jij merkt bij je studenten aan de universiteit ook? Goh, diegenen die voor wiskunde kiezen, dat is natuurlijk altijd een hart. Dus ja, de bagage waarmee ze binnenkomen is niet altijd homogeen of ook niet zo uitgebreid als die voorheen was. Maar het is niet dat je die mensen niet op niveau krijgt of niet snel. Dat gaat eigenlijk nog Maar goed. Dat zijn degenen die sowieso wiskunde willen worden, of het al zijn in zekere zin. Maar op meer algemeen gaat de kennis erop achteruit. Ja, misschien kort, heb je daar een verklaring voor? Wel, ik denk dat we dat al ergens al aangehaald hebben. Hè? Dat in ons onderwijs er
toch een vrij grote nadruk ligt op rekenvaardigheden van een aantal begrippen, een verlies aan verbanden ertussen. En men denkt vaak van, ja, als we het behapbaar maken, als we het concreet maken, dan is het beter begrijpbaar. Maar dat is een paradox. Het is beter het is misschien uitvoerbaar, maar daarvoor is het niet begrepen. Ja. En daar vind ik schuilt een heel groot gevaar en een heel grote reden, denk ik, waardoor als we naar zulke peilingen internationaal gaan kijken, dat er bepaalde vraagstellingen zijn waar je wel de concepten van gezien hebt, maar misschien dus niet op de juiste manier, zodanig dat je ze ook kan inzetten in een context of op een manier die je voorheen nog niet gezien hebt. Dus het wiskundig denken van, hier heb ik de tools voor en ik kan dat zo doen, dat is wat mij vooral echt lijkt achteruit te gaan. Hè. We komen tot een recepten nogal. En ja, daar draait het niet om en dat is het spijtige. En ook misschien wel een deel, doordat we naar dat rekenen gaan en misschien het voorspelbare, hè, dat je weet wat je moet doen, dat we ook niet meer echt getraind zijn op het volhouden en het proberen. Je sprak daar straks over een gom, van als ik nu dit probeer, een weg die ik nu denk te volgen, en die lukt niet, dan is er misschien een andere weg. Mm-hmm. Dat is iets waar ik merk dat in ons onderwijs, in het middelbaar onderwijs, ook al het lager onderwijs, bijna niet wordt op ingezet. Ja. We krijgen wel, hè, men praat over, je krijgt geïndividualiseerde oefeningen, hè, je kan op maat, maar er is geen tijd en het is ook geen verwijt naar een competentie van een leerkracht. Het is een, als we proberen iedereen te bedienen in de klassen en de systemen die we hebben en wat allemaal moet gezien worden, is daar weinig tijd voor. Ja. Maar dat is echt wel iets waar wij in onze opleiding op inzetten en waar ik dan denk van, ja, het ligt niet aan de intelligentie van de student. Het is aan de tijd die je krijgt om een redenering te mogen maken en om ook, als jij zelf een redenering bent begonnen, om niet louter te hebben, je bent er nu niet geraakt of de uitkomst is fout, dit is de einduitkomst, maar om mee te gaan, waarom is hoe jij begonnen bent, waarom loopt het fout? Fouten kunnen leerzaam zijn, voilà, in die zin. En daar moet meer op ingezet worden. En dan denk ik van, als we daar meer op inzetten, op dat proberen en dat niet opgeven. En er is nooit een unieke weg om een probleem op te lossen. En dat is denk ik wat veel leerlingen ontmoedigt, die dan denken van, ik weet niet hoe ik er moet aan beginnen. En als ik de methode niet weet, dan zal ik het misschien ook niet kunnen. Terwijl als je echt wel weet van, goh, ik ben hier nu zo aan begonnen en die naast mij zit is nu zo begonnen. Maar met hulp, als ik vastzit, zien we dat we allebei wel tot die einduitkomst komen. Dan krijg je echt wel meerdere wegen leiden naar Rome. Hè? Ja. Dat het echt wel waard is om je eigen idee of je eigen methode te proberen. En is dat iets dat in de pedagogie van de wiskunde waarover gedebatteerd wordt? Goh, dat is moeilijk. Je kan ze op één hand tellen. Hè. Daar wou ik naartoe. Er zijn niet zoveel pedagogen van de wiskunde misschien. En zelfs als we daar, ik denk dat daar zeker eensgezindheid over is, maar dan eer dat doordringt. Zich vertaald in. Ja, de handboeken, de klaspraktijk. Dat is een moeilijk. En weer al de tijd. Hè. Ik denk, het is al heel vaak gezegd, er gaat heel wat tijd aan het bureaucratische, aan het verantwoorden, waardoor we. Ja, waardoor je als leerkracht, denk ik zelf al, een beetje bang bent van, als ik nu dit of dat doe, dan moet ik mij daarover verantwoorden. Ja. En ik denk dat dat misschien een van de boosdoeners is, dat we ook afstand moeten van nemen naar die verantwoording. Geef het vertrouwen terug aan de leerkracht. En, goed, de verantwoording. Ja, ik hoor dat er echt wel al in het middelbaar ook leerkrachten wiskunde zijn die in rechtszaken verwikkeld raken met advocaten. Die komen tot, maar dit is het minimumdoel en jij vraagt meer. Dat mag niet en zo. Dat is toch wel een zeer spijtige evolutie. Denk ik ook dat, naar die advocaten toe, van wat wil je daar nu eigenlijk dan mee gaan bereiken? Hè? Nee, ja. Dat zijn situaties die we moeten vermijden. Ja. We zijn aan het einde gekomen en ik vraag altijd aan de gast of gasten
om nog een stukje voor te lezen uit het boek. Heb je een fragmentje in gedachten? Wel, ik dacht misschien aan het einde. Doe rust. Rond ja. wat natuurlijk linkt met... Het is niet helemaal het einde, ik heb ook een soort appendix over wat zijn nog waardevolle open problemen. Maar het eindstukje van rekenfout tot voorspellingen. Ja. Wat we vaak horen is dat mensen dan denken van we moeten er schrik van uit. Het mag niet in ons onderwijs, maar we horen ook van ja, er gaan jobs verliezen. Dus mm-hmm. dat is, vond ik een mooie insteek om dan dus mee te beginnen. Bang dat je binnenkort je job kwijtraakt? Zo'n vaart zal het niet lopen. De computer begrijpt namelijk nog niet wat hij leert. Als we hem een foto laten zien van een kat achter het stuur van een auto, herkent hij wel de kat, maar heeft hij er verder geen erg in hoe absurd die situatie is. Enkele jaren geleden liet men een artificieel neuraal netwerk een nieuwe muziekcompositie maken in de stijl van pianist Jeff Neve, nadat het uren improvisaties van de artiest had geanalyseerd. Neve hoorde in het resultaat allemaal interessante woorden achter elkaar, maar geen volzinnen. Het herkende blijkbaar wel de taal van Neve, maar nog niet de grammatica. Wanneer we deep art, een bepaald artificieel systeem, een portret laten maken in de stijl van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, dan is dat resultaat bezwaarlijk Vlaams primitief te noemen. Primitief, dat wel. Het netwerk denkt dat de minuscule details in feite penseelstreken zijn, omdat het niet begrijpt wat het ziet. We kunnen het dus nog steeds door de mand laten vallen met een Turing-test. Hoewel de computer zelf in wiskunde spreekt, is hij ook nog geen meester in het bewijzen. Wanneer er enkel logische afleidingen dienen te gebeuren, dan wil dat nog wel lukken. Maar met inventieve trucjes zoals in de bewijzen van Pythagoras en Euler komt hij zelf nog niet op de proppen. Bewijzen zijn misschien wel de hoogste vorm van creativiteit. Toch kan hij beter patronen vinden dan wij. Misschien is hij dan wel beter in het maken van conjecturen. Zoals het netwerk van OpenAI zelf aangaf in een essay, moeten we de computer zien als onze compaan, op wie we letterlijk en figuurlijk kunnen rekenen, waarbij wij hem, voorlopig nog, vertellen wat hij moet doen. Maar voor we hem meer autonomie toebedelen, moeten we nog enkele belangrijke vragen beantwoorden. Hoe brengen we hem verder dan artificieel begrip? Moet hij een moreel kompas krijgen voor hij alleen beslissingen mag nemen? Heeft hij daarbij emoties nodig? Moet hij wiskunde begrijpen om zelf innovatief uit de hoek te komen? Een volgende stap binnen het AI-onderzoek zal er alleszins in bestaan om een computer verbanden te leren leggen tussen zijn ontdekte patronen en de werkelijkheid. En dit met nullen en enen. Gelukkig is wiskunde de taal van het universum. Een taal die ons niet alleen helpt om de toekomst te maken, maar die er ook zelf deel van is. Ik dank u zeer voor dit gesprek. Graag gedaan.